Momenteel werk ik als projectleider marketing. En als projectleider marketing hou ik me bezig met het coördineren en uitvoeren van allerlei projecten op het gebied van marketing. En we dit jaar veel in drie delen. 1, 2, 3. Dus strategie, dan in de van Nederland, dan een stukje business teams. Dat gaat eigenlijk van bijvoorbeeld het ondersteunen bij de strategieformulering tot het begeleiden van een relatiemarketing evenement. Dus eigenlijk een heel divers palet aan werkzaamheden. Goed, je ziet ook de doelstelling die erbij geformuleerd is. Hè? Door de diversiteit eigenlijk aan vraagstukken waar wij als afdeling mee te maken krijgen, is het belangrijk dat je een flexibele werkhouding hebt en dat je snel kunt schakelen tussen verschillende onderwerpen. Dat is een totale score van 9. Dat is een vermenigvuldiging met elkaar. Heel goed. Ik werk sinds september 2008 voor Indaver. Ik ben toen de tijd begonnen als management trainee. En na de traineeship ben ik echt ingestroomd in een reguliere functie. Met echt taken en verantwoordelijkheden. En echt alles wat bij een reguliere functie komt kijken. Voor mij is het belangrijkste in mijn werk dat ik mezelf op persoonlijk en professioneel vlak kan ontwikkelen. En in de praktijk heeft Indaver daar enorm mee geholpen. Door de trainingen die ik gevolgd heb. Maar ook door de feedback en coaching van leidinggevenden. Na de afgelopen 3,5 jaar heb ik een groot aantal cursussen gevolgd. En daardoor heb ik echt het gevoel dat ik me steeds zelf aan het ontwikkelen ben. Mezelf aan het ontplooien. Indaver is een internationale organisatie. De mogelijkheden stoppen niet bij de grens. Hè. Die liggen ook over de grens. Dus in België of in Ierland of zelfs in Duitsland. Dus volgens mij zijn er mogelijkheden genoeg binnen het bedrijf. Ja, de sfeer bij Indaver is in mijn ogen hartstikke goed. Ja, er is echt een hoge mate van samenwerking en teamverband. Dat zie je steeds sterk terugkomen. Ja, het grootste voordeel om bij Indaver te werken is dat het een grote werkgever is met heel veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien.